Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken sluierwolken over Nederland, maar verder is er eigenlijk weinig aan de hand en is er dus nog best veel ruimte voor de zon. Alleen in het noorden drijft wel wat meer bewolking over. Vanochtend loopt het kwik snel op tot ruim boven de 20 graden en tegen het middaguur zitten we al in de buurt of zelfs boven de 25 in het zuiden van het land. Er waait een zwakke tot matige oostelijke wind en vanmiddag wordt het in het zuiden 30 tot 32 graden. In het noorden is het ongeveer 25 graden, misschien wel een stuk aangenamer. Blijft vrij zonnig met hier en daar wat wolken ook in de avond met slechts langzaam dalende temperaturen en de komende nacht kan zelfs tropisch verlopen. Dat betekent dat de minimumtemperatuur niet onder de 20 graden komt in het zuiden. Morgen, dan heel warm weer in het zuidoosten, misschien wel 35 graden. In het westen is het ietsjes minder heet, vooral in het noordwesten. En die koelere lucht weet in de loop van de middag en avond verder binnen te dringen. Het gaat samen met wat onweersbuien, vooral in het oosten. Vrijdag dan nog een laatste bui en 21 tot 25 graden. In het weekeinde is het zo'n 2 of 23 graden. Met zaterdag nog een bui en zondag weer meer ruimte voor de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.